Duitsland, maar daar is ook nog nooit gegaan. Ja, heel mooi in thema. Ja, lieve Leute, van hartstikke welkom. Op de bij van Trouwens Schneider. Het is eigenlijk kettenvliegen van die herstellen. Funtime als Schlitz voor de Oostenrijkse wijzigvliegen. Dus we beginnen voor de eerste maal ervan. Ik ga wel zelf die kettenvliegers kapparen. In Duitsland, ons ook in de Nederlanden. Goed, dit is de eerste maal van mij. Ofwel, de Bijentrouwer van Schneider. Die heeft gesloten. En dit is de eerste keer dat ik dit eigenlijk meemaak. Een wissel op een platform. Wij sta je daar altijd netjes in de rij te wachten. En dan word je hier naartoe begeleid. Maar we weten de drukte. Hebben ze daar geen tijd voor. Dus ze hebben verplicht om hier in dit vlak te gaan staan. En dan zo meteen wisselen. Ofwel een hele snelle wissel. We gaan zo meteen op naar boven. Op naar die 80 meter hoogte. Op de Bayern Tower van Schneider. Nee, maar dames en heren. Kijk die mooie achterwand. Heel mooi gedecoreerd in de stijl van Beieren. En die naam Bayern Tower, echt heel mooi. En die sterren, echt super guy. Hoe zijn lieve Leute, die Roeklanden, echt een zesje in het thema. Met die namen, Bayern Tower, ook super guy. En die sterren, ook super, super guy. Zo mannen, seid ihr startklar, es geht los. Jetzt geht's ganz nach oben, Freunde, Freunde. 9 meter. Normaal gesproken kan dit niet. In ieder geval Mark Schneider. Denk ik, Mark Schneider. Wat? De baas. Hetzelfde als. In ieder geval een persoon net die hier werkt of een eigenaar is. Die zat net even aan het schooltje en trok hem helemaal naar binnen. Echt super guy, super tof. Het is dus 80 meter boven Düsseldorf. En 80 meter boven de kermisfeer, waar je u tegen zegt. Wat is dat? Heida. Deze kettenvliegen hebben ook vlaggen. Nee. Niet. Het begint eerst naar oben en dan naar onder. Het geeft me nou het gevoel van de hoefnagelsrit. Dus eigenlijk degene die we nou onder voet hebben gehouden. Zo dit is het nu eigenlijk. Heel snel naar boven. We zetten hem driekwart boven, terug en laag. Maar als ik echt eerlijk mag zeggen, is dit nou echt wel mijn favoriete kettenvlieger. Wat Funtime die ik eigenlijk tot nu toe allemaal heb gedaan en heb gezien, is dit toch wel mijn favoriete geworden. De Bayern Tower van Keizer. Ja, echt heel mooi in thema. Met vlag, de achterwand heel mooi. De voorkassen echt heel mooi. Met mooie beelden, poppen erbij. Ja, echt geweldig. Kom je hem tegen? Stap erin en geniet van de Bayern Tower van Keizer. Echt ongelooflijk. Een zeer schöne kettenvlieger. En is jetzt ook mijn favoriete kettenvlieger van Funtime.